En als ik nou weer klein wil, moet ik gelijk weer klein. Ik ben Nienke van Roekel, zit in het Rabo talententeam, ben event inruiter en kruip vandaag in de huid van Adelinde Cornelissen en ik ben dressuuramazone. Ik heb er zeker zin in. We doen natuurlijk nu dressuur, dat ligt het dichtst bij mij. Dat ken ik al het meest natuurlijk, wat Adelinde doet is wel even een niveautje hoger dan wat ik moet laten zien in mijn proeven. Dus misschien kunnen we eigenlijk van daaruit kijken wat ze al weten en van daaruit kijken of we daar nog een klein beetje kunnen bijsturen en misschien wat tips. Moet je me even goed kijken, Copen, hoe jij het ook moet doen. Adelinde, kan je mij vertellen wat dressuur inhoudt? Ja, dressuur is voor mij eigenlijk de basis van de rijerij. Het eigenlijk gymnastiseren van je paard. En de bedoeling is dan natuurlijk dat je dat met zo kleine mogelijke hulp die communicatie optimaal maakt met je paard. Wat wil je mij gaan leren vandaag? Ja, ik was eigenlijk benieuwd wat jij wilde leren. Nou, dit paard loopt de proeven meestal wel netjes. Alleen in de overgangen, dan is hij gewoon net niet aan mijn been. Dus gewoon, de hulp moet allemaal nog ietsje beter. Dus daar zou ik graag wel wat ondersteuning in willen. Je drijft eigenlijk in principe naar voren. En jouw hand is eigenlijk alleen maar een soort van begrenzen. Dus je drijft hem naar voren, maar jouw hand zegt nee. En dan moet hij terug. Maar in principe, als hij terug gaat, kun je hand ook weer naar voren doen. Ja. En nu jij, Nienke. Oké, nou rustig zitten, denk terug. Goed, goed. En als hij gaat, wel ontspannen. Maar nu heb je hem bijna zo losjes, dat hij natuurlijk even een beetje denkt van wat gebeurt er nou? Ja. Dus wel dan probeer net verbinding te houden. En hoe bereid je jezelf en je paard voor op de wereldruiterspelen? Ja, eigenlijk net zoals op elke andere wedstrijd. Want volgens mij het is nog steeds een wedstrijd. En of het nou een ander naampje heeft, ja of nee, ja. Dat weten die paarden natuurlijk ook niet. Dan moet je volgens mij niet zoveel anders over doen. Nou, Linde, bedankt dat je me even geholpen hebt met mijn achterwaarts. Nu vind ik bij de dressuur altijd de passage er heel stoer uitzien. Kan je mij vertellen hoe je een paard dat aanleert en welke hulp je dan moet geven? Ja, we kunnen wel eventjes onderweg eens een klein beetje kijken hoe we dat doen. Ja, ik vind dat Adelinde heel goed kan rijden. En zeker met Parsifal dat ze toch alweer zo lang aan de top mee kan blijven draaien. En toch ook jonge paarden weer goed op kan leiden. Dat vind ik hartstikke knap. Nou, Adelinde, hartstikke bedankt dat je me geholpen hebt. En ik wil je ontzettend veel succes wensen op de Wereldruiterspelen. Dankjewel, graag gedaan. Jij succes. Ja, dankjewel. Doeg. Doei, doei. Kom alles te weten over de Wereldruiterspelen in Normandië. Lees het online magazine op ruitersinoranje.nl.